Ben je aan het spioneren? Zeker. Dus even kijken wat jij aan het doen bent. Nou, dat is de enige make-up die ik doe. Ik ben helemaal natuurlijk geen trut. Maar dat licht, dat felle licht op je maakt je gezicht een beetje flats en dan verdwijnen mijn ogen in het niet. Dus dit is geen ijdelheid, maar puur service aan de toeschouwer. Ja, nou ja, ik snap het. Ja, ik zal er nooit aan wennen. Het is maar één ding wat ik nog erger vind dan schminken, dat is afschminken. Ja. Dus ja, we hebben 13 dagen niet gespeeld. Gek, hè? Ja. Gek idee. En toch ben ik niet half zo zenuwachtig als voor de première. Want waar staan we vanavond? We staan in Oosterwijk, in de Tiliander in Oosterwijk. En daar hebben wij een goed volle zaal. Ja. We hebben helemaal geen klagen over de bezoekersaantallen, echt waar. Nee, ja, verdet, hè? Ja, het is goed met je, ja. Nee, maar hier liggen de teksten nog, voor het geval dat. Dus ik ga gewoon souffleren. Ja, maar als het goed is, heb ik ze niet meer nodig. En ook als er nu iets fout gaat met de teksten, dat ik het niet meer weet, dan lul ik me eruit, weet je wel. Het enige wat ik nog steeds net niet helemaal precies weet, is de volgorde. Dus dan heb ik een ding gedaan en dan denk ik, waar gaan we nou heen? Ja, dus we hebben wat maatregelen voor getroffen. Hé, deel jij een kleedkamer met een dame? Ja. Zo, hé. Hey. Ja. Zo. Ik heb hem opgevangen. Kijk. Ja, goed. Ja. Maar kan dat, is dat verantwoord? Ze gedraagt zich netjes. Ik heb geen last van. Je hoort zulke gekke verhalen. Nee, maar ik voel me veilig. Ik voel me veilig bij haar in de kleedkamer. Nee, niet dat je... Voel jij je ook veilig? Voel mij op. Ja, met... Ja. Oké. Okay. Ja, nee, niet dat mensen denken met van... Met mij wel, met jou niet. Voelt ze zich veilig. Oh ja, want ik ben er ook nog. Ja, precies. Ja, maar ik kan weg. Oh, okay. Heb je er ook zin in? Zeker. Ja? Zeker. Even met mijn gezichtje verven. In welk liedje heb je het meeste zin? Ik heb het meeste zin in het laatste lied. Nee. Het laatste lied. Het eerste liedje. En ja. Het middelste liedje. Oh ja, mensen, dan moet je komen hè, als je wil weten wat het is. Maar het eerste lied, is dat het leukste voor jou? Nee toch, die aria? Nee, ik denk dat ik de as naar voor het leukst vind. De as naar voor, ja. Ja. Ja, als er mensen... zit een Asnavour-potpourri in, die is ook heerlijk om te zingen. Ja, maar dat vind ik wel echt heel grappig. Dat klinkt zo artistiek, maar het is een beetje schunnig wel. Ja, sorry. Meer heb ik niet te bieden. Mensen kunnen deze maand en in april nog komen. Dus... Ja, zeker doen. Gewoon eventjes naar de site en even komen. Ja. Voordat het uitverkocht is. Maar ik moet wel gewoon zeggen, weet je, het is natuurlijk niet een heel volle speellijst nog. Ik ben eigenlijk mag ik een cliché erin gooien. Dit is het begin van mezelf opnieuw uitvinden. Als het aan mij ligt, ga ik de komende jaren, zolang als het nog gaat, dus minimaal 10, maar ik hoop langer, gewoon theatershows maken. Dat is wat ik wil. En wat mij betreft met Charlotte. En met mij. Ja, natuurlijk. Toch ook met mij? Of wil jij mij er niet meer bij? Altijd. Oké. Altijd satéetjes eten. Gewoon eventjes heel hard. Jeff, zonder jou was dit nooit tot stand gekomen. Nee, maar dat maakt niet uit. Kijk, en dat is de allerbeste technische man van Oosterwijk. Rick. Dat is Rick. Ja. Hoi. Die zorgt ervoor dat het goed klinkt straks. Nou zeker, want we hebben de soundcheck aan en het licht. We vertellen wat we met licht willen enzovoorts. En dan ben je overgeleverd aan wie daar zit en zo. En het is erg prettig als je een professional hebt. En ja, het moet nog gebeuren, maar wij denken dat we met Rick heel goed zitten. Nou, dat geeft rust. Zeker. Dat geeft je denk, oké, daar hoef ik niet druk over te maken. Ik weet dat ik goed klink en ik weet dat ik er zo goed uitzie als mogelijk met mijn kop. Nu moet ik hem uit gaan doen. Ja, want het is ook nog maar 10 minuten of zo. Even kort. Nee. 20 minuten. 20. Ja, nou, ik maak even stress. Dus. Ja. Hij maakt even stress. Ja, nog 3 minuten. Moet je opschieten. Maar toch niet half zo zenuwachtig als voor die première. En we hebben 13 dagen niet gespeeld. Dus ja. Het komt goed. Jawel. Dus toi. Dankjewel. Doei. Je neemt ze mee. Ja. Ik ben met 2 kinderen op stap. Oké, dat doe ik.